Goedemorgen allemaal en welkom bij een hele nieuwe vlog. Het is vandaag zondag, jongens. Ik eet even twee bananen, want ik ga straks even naar de sportschool, althans nu. Op zondag, ook heel apart, maar ja, moet even gewoon. Zo, even twee bananen eten, want het is even mijn ontbijt. Ik had zo geen zin in brood. Vandaag heb ik een superleuke dag. Vanmiddag ga ik naar de Efteling, want dan ga ik kijken naar Rosalie en Luc. En Rosalie ken ik van de dansschool waar ik les geef en waar ik vroeger ook danste. En Luc die zit bij mij op school nu. En die spelen dan in zo'n Efteling show. Daar ga ik dan straks even naartoe, dat is natuurlijk wel even gillen. Oké, jongens, ik ben thuis. Ik eet even wat kwark. Prima. Met een vlog van Marcia, de Amerika-vlogs. Want ze gaat roadtrippen. Oh, wacht even hoor. Ze gaat twee maanden roadtrippen. Superleuk. Dus ik moet natuurlijk wel de vlogs goed volgen. Doe ik altijd hoor, trouwe kijker. Nou, jongens, het is echt wel weer vreselijke drama met die treinen. Ik sta nu op Rotterdam. En de metro ging goed, maar net met die treinen. Nou, ik kwam hier helemaal aangesprint. Rijden al die treinen weer niet richting de Efteling. Maar die voorstelling die start om 3:30 moest je dan er zijn. Maar die start dan om 4:15. En nu heb ik op het nippertje nog een trein richting Eindhoven. Richting Tilburg en dan kan ik nog net de bus redden en dan ben ik 3:30 in de Efteling en om 4:15 staat die voorstelling. Het is een heel gezeik, ik heb echt mijn best gedaan. Dus ik hoop dat ik op tijd aankom voor de voorstelling. Ik had ze net ook helemaal gestrest gebeld. Ik denk, oh god, daar ga ik het niet redden. Die treinen rijden gewoon nooit een keertje goed, het is echt verschrikkelijk. Ik zit in de trein, gelukkig. Ik heb wel even moeten wachten, maar gelukkig rijd ik wel de trein nu. Ik ga nu richting de Efteling. Ik ben ondertussen, want natuurlijk morgen start school weer, ben ik even ook mijn lessen alvast een beetje muziekjes voor aan het zoeken en een beetje mijn planningen aan het maken. En, want ik heb natuurlijk met één dansschool heb ik al best wel snel voorstellingen, shows, dus dat gaat heel vlug. Dus ik moet even daar een beetje een planning in maken. Komt helemaal goed. Dus ja jongens, gaan we bijna de laatste schoolperiode in, hè? Nou, echt de OV vandaag. Het is echt drama. Niks kan op tijd rijden. Het is echt niet te doen. Maar ja, ik kom er wel met enige vertraging. Oké, guys, ik ben bij de Efteling. Ah, rennen. Niet te doen. Kijk hoe ver nog. Helemaal voorbij de toren. Oh. Ah. Jongens, nou, het was zo'n giga leuke show. En Luc en Rosalie hebben het echt fantastisch gedaan. Ik was nog even backstage bij hun. Even een knuffel geven natuurlijk. Nou, het was echt mega leuk. Helemaal spannend. Dus als je in de Efteling bent, moet je echt zeker ook naar die show kijken. Het is echt een hele leuke show. En allemaal special effects en water en vuur. Nou, helemaal enig. Ik ga nu weer lekker naar huis toe, jongens. Want ik moet nog een hele rit naar huis. En dan, doen. Sunny, gaan we vanavond weer lekker onder de deken slapen. Sunny en ik hebben een heel routine, jongens. Echt. Wij slapen altijd samen onder de dekens, toch? Ja. Gaan we helemaal. Zullen we het even voordoen voor de kijkers? Kom, Sun.
Kom maar. Kijk, die kat die gaat gelijk rennen. Die weet al hoe laat het is. Gaan we liggen? Ja, oh kijk. Kom, dan gaat ze onder de deken. Kom maar. Samen de deken. Dan gaan we lekker slaapjes zo samen doen, hè. Braaf. Een soort tentje is dit, hè. Een soort tent. En dan voor het ultieme effect gaan we helemaal eronder natuurlijk. Ja, ik krijg geen lucht hoor. Die kat houdt het lang vol, maar ik krijg helemaal geen lucht. Ik moet echt af en toe even een luchtje op hoor. Nou, kat hier was waanzinnig. Nou, oh, jongens, jullie krijgen kopjes. Kopjes. Een soort grote zalm. Luister, want jongens, morgen start natuurlijk gewoon weer school. Het is morgen maandag weer. De vakantie is voorbij, wat hebben we een fantastische leuke vakantie gehad, zeg. Deze 2 weekjes waren zo leuk. We hebben van alles gedaan, we hebben ook veel gechilled, we hebben leuke dingen gedaan. Ik kan echt terugkijken op 2 hele leuke weken. De laatste periode breekt aan van school, periode 5. En dat is eigenlijk periode, nou ja, mei, juni en begin juli. Want we hebben volgens mij 9 juli of 10 juli vakantie. Best wel vroeg, 10 juli volgens mij. Best wel lange periode, mei, juni, juli. Maar goed, het komt helemaal goed. Er zit natuurlijk ook nog hemelvaart en dan zijn we ook weer vrij. Dus laten we even met z'n allen even gaan kijken, jongens. Dat vind ik altijd toch even voor jullie ook fijn. Dan weten jullie een beetje waar we aan toe zijn. Eigenlijk is er niet heel veel verschillend met de vorige periode. Dus volgende week lesgeven gaat ook gewoon weer door. Dinsdag, woensdag, donderdag. Nou, we weten het allemaal. Lesgeven. Iedere maandag en vrijdag officieel wil ik weer gaan sporten. Dus dat hou ik er ook in. Pakken we gewoon door, jongens. Sport, sport, sport. Nou ja, dan heb je op een gegeven moment heb je inderdaad hemelvaart. Nou, dan ben ik alweer vrij. Dan ben ik op die vrijdag ben ik ook vrij. En zaterdag en zondag. Dus dan heb ik eigenlijk 4 dagen vrij. Dus een kort weekje. Dus dat zie ik dan ook als een lekker mini vakantietje. Kunnen we ook even kijken wat we allemaal gaan doen. Er komen voorstellingen aan met mijn dansgroepen op de dinsdag. In juni pas. Maar ik moet ook ergens nog helpen. Dus er zijn verschillende voorstellingen. En dan help ik ook weer op een andere dag. Nou, dan hebben we ook nog Pinksteren natuurlijk. En dan ga ik met Nadine en Christy naar een heel leuk festival. Ik heb een heel leuke samenwerking met een festival. Dus dat wordt ook gieren. Verder veel repetities, jongens. Ja, ik ga natuurlijk ook nu werken voor de eindvoorstellingen. Dus het worden dagen met repetities. Oh... Ik moet mijn hersenen aan gaan zitten. Want we krijgen heel veel aangeleerd. Dus ik moet eigenlijk voor mezelf een soort boek bij gaan werken. Het is echt niet te doen, maar het wordt heel leuk hoor. Dus voorstellingen. Ik denk dat de volgende periode staat in het teken van voorstellingen. Heel veel voorstellingen. Voorstellingen waar ik naartoe ga kijken. Maar ook waarin ik zelf meedoe. Of mijn groepen doen mee. Dus heel veel voorstellingen. Ja joh, en dan zit je eigenlijk zo weer juni, ja juli en dan is het zomervakantie. Ja. Ik heb uitgerekend 9 weken. 9 weken jongens, 9 weken bikkelen. Oeh, 9 weken is veel hoor. Maar ja, er vallen natuurlijk ook dagen uit, Pinkster, hemelvaart, dus compenseert alweer de hele boel. Ik kan alleen maar zeggen, we gaan er gewoon voor jongens. We gaan er weer voor. Superleuk om morgen ook even Wouter natuurlijk weer te zien en de hele klas. Dus dat is ook altijd even gezellig. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Het komt er helemaal goed. Tot zover een beetje mijn planning. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Nou ja, en anders als er vragen zijn, dan hoor ik ze wel. Dit was het voor vandaag jongens. Ik moet mijn tas in gaan pakken, zit ik nu te bedenken. Slaap lekker, ga ik gelijk doen.